We hebben voor jullie onderzoek dat wij hebben uitgevoerd, hebben we gevraagd van sta je open voor experimenten met het uiterlijk van Zwarte Piet? Dan zegt 23% van de Nederlandse bevolking ja, ik sta daarvoor open. Wij vragen in het onderzoek van sociale zaken, moet het uiterlijk van Zwarte Piet veranderen in ons onderzoek? En dan zegt 21% ja. Dat moet veranderen. Wat wel interessant is om op te merken is dat je, wij stellen die vraag al sinds 2014. En dan zie je wel echt dat steeds meer Nederlanders aangeven dat ze openstaan voor experimenten met het uiterlijk van Zwarte Piet. Nou, statistisch gezien is 21%, 23% is er geen verschil tussen. Als je 1000 mensen ondervraagt, dan ligt die grens van wanneer is iets wel of niet significant tussen de 4 en 5%. Dus het verschil kan dan net zo goed toevallig zijn. Ga je vervolgens kijken van oké, bij welke groepen vindt die verandering plaats? Dus je gaat inzoomen op wat je vroeger de autochtone Nederlander noemde. En dan zie je dus ook dat als je die 18% met die 12% vergelijkt, onder deze groep, dat het langzaam richting verandering schuift. We hebben 599 Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders ondervraagd. In 2014 was 35% daarmee eens. Maar dit jaar is dat gestegen tot 43%. En ook dat is toch wel een forse trendbreuk. Op opleidingsniveau, waarbij lager en middelbare opgeleiden veel minder vaak openstaan voor verandering. De grote meerderheid blijft eigenlijk tegen verandering. Terwijl als je kijkt naar de hogere opgeleiden, daar zie je wel heel langzaam een verschuiving richting een meerderheid die voor een ander uiterlijk is van Zwarte Piet.